Waarom mag de fietser op zondag wel fietsen gaan verkopen en de rest van Ede niet? Het is misschien wel een van de meest gestelde vragen in Ede de afgelopen tijd. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat dit niet de bedoeling is, maar om twijfels weg te nemen heeft het college van BMW een wijziging doorgevoerd in het bestemmingsplan. De veranderingen zijn niet zo heel groot, behalve dan dat we inspelen op de wensen van de lokale vakhandel om de fietsexperience nog nadrukkelijker een fietsexperience te laten zijn. En we hebben de bestemmingsplannen ook zodanig aangepast dat er werkelijk helemaal niets anders kan komen dan de fietsexperience en dat er ook geen fietsen over de toonbank kunnen gaan. De detailhandel, veelal fietswinkels, hadden grote kritiek op het plan. In hun ogen wordt de fietser een bedrijf waar je een eventuele nieuwe fiets moet kunnen ervaren, maar niet een winkel waar je een fiets kunt kopen. Ja, uh, de detailhandel heeft op 29 oktober... Uh, um in een hoorzitting aan de raad hun zorgen bekendgemaakt. En om aan die zorgen tegemoet te komen... hebben wij een, een frase toegevoegd aan het bestemmingsplan... waardoor het nog strakker en nog duidelijk is... dat er geen fietsen verkocht zullen worden... vanuit het Fiets Experience Center. In die zin dat er wel fietsen besteld kunnen worden... maar dat er geen fietsen meegenomen kunnen worden. Er worden geen fietsen geleverd. En daarmee voldoen we nog beter aan de afspraak... die we ook met Axel hebben... dat de fietsen worden geleverd via de vakhandel. Het wordt gewoon echt dus gewoon ervaren hoe fietsen werken enzovoort enzovoort. Ja, absoluut. Dat is de bedoeling van de fiets experience. Het woord zegt het eigenlijk al een klein beetje. De gemeenteraad had afgelopen donderdag grote moeite met het voorstel van het college. Een krappe meerderheid ziet de uitzondering voor de fietser niet zitten. En dat ondanks de toezegging dat er komend jaar al een referendum over koopzondagen komt. Halverwege december worden de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan meegenomen in de besluitvormende raadsvergadering. Dan moet blijken of het college alsnog wind meekrijgt.